Zo. Nog steeds, maar ze is echt bruin, jongen. Ja, echt even zo. Ik ben bruiner dan Eva. Nadia is ergens, maar we weten niet waar Nadia is. En ik ga voor jullie vandaag weer vloggen. Ja. En ik ga eerst even een Amber naar buiten zetten. Dan gaan we even een sprong opzetten, want Floor. Ah, nee, dat gaan we niet filmen. Dat gaan we niet filmen, maar Floor gaat springen. En. Oh nee! Ja, ik weet het. Nadia! Nee. Oh, daar is she! Hallo! There is she! Wie waren jullie kwijt? Hey, heb je een nieuwe schoen, hè? Die heb ik gekocht in Turkije. Oh. Voor stal. Je hebt het ook? Echt? Ja, ik weet het. Oh. Nee, die is even de wijntjes aan het mesten, zie ik. Wat? Snel. Ik ben heel snel. Heel snel, heel vlug. De baby's. Floor, je baby zat te eten. Oké, okay. Dat wordt lekker in de regen rijden, Floor. Hè? Hij is kaal. Ja, dat wordt lekker in de regen rijden, zo. Yummy. Het gaat de hele dag regenen, maar dat maakt ons niet uit. Ja, hè? Kijk, ik heb de grond per ongeluk omgeploegd. Ongeluk? Ja. Oh. Oké, okay, ik ga mijn vlogcamera even aan de lade doen en de sprongen opzetten. Jas aan. Ik ook. Oh, heb ik mijn jas wel meegenomen, man? Oh, gelukkig. Ja. Hey, het is heel weinig nog. Er zit allemaal daarin. Wauw. En ja, vandaag gaan we gewoon lekker veel doen, want we hebben geen mensen die komen kijken vandaag. Nee. Nou, Lara is terug. Lara. Ik zie het niet. Kom eens zien met je hoofd. Wat heb je gedaan? Ik ben in het zwembad gevallen. Oei, oei, oei. Dat moet je niet doen, hè. Oei, oei, je bent lang. Je bent langer dan mij, vriend. Splinter. Je benen worden wel iets dikker. Eindelijk. Ja, dat is goed, want je bent echt zo'n splintertje. Dit polootje, hoe jullie ook totaal niet passen, past er nog een Lara bij in. Dan ben ik iets lekker aan het haren. Hij vindt het wel lekker. Ja, maar het is echt niet normaal. Nou, wie wil Binky haar? Je kan hier allemaal Binky haar adopteren. Kijk dat lipje. Zoveel hoog. Bink, hoe lekker. Nou, ik ga Floor even helpen met springen. En ja, ik ga misschien straks nog wel stiekem wat filmen. Als het goed gaat, want Floor wil liever niet op camera. En Floor zit op Raven. En Nadia gaat op Jorianne nog een sprongetje doen. Hij is wel voorwaarts. Hij is wel voorwaarts. En jongens, voordat mensen even weer gaan haten. Floor heeft een sportje om. Omdat. Ja, het is geen dierenmishandeling, jongens. Floor heeft een sportje omdat tijdens als jij bochten maakt met Raven. In de bocht valt Raven heel erg terug. In haar tempo. Daarom heb je een sportje om er ja, even iets bij te houden. Zodat hij niet uit zijn galop gaat en als er even eenmaal een sprong ziet, dan denk je, jee, vindt het allemaal wel leuk. Ik ben een beetje zin in, Floor. Nee. Ga je het overleven? Nee. En we gaan straks, nee, we gaan straks, we praten nog een keer met Floor als hij een paar keer over de sprong is geweest. En dan leeft ze nog steeds. Ga jij het overleven, Nadia? Nee. Heel goed, zo, we willen het horen. Oké, maar je valt toch niet. En, oh ja, trouwens, wat Floor om heeft. Dat vraag ik, er zijn heel veel vragen over wat dat is, hè. Dat is gewoon een airvest, die zit aan het zadel bevestigd hier. En dat blaast op als mensen vallen. En dan val je gewoon schijnbaar echt heel zacht, want... Dan Lena vragen. Lena, die is echt heel vaak gevallen met het airvest.
En nou, die zei dat je dan echt niks voelt. Dus ja. Ik ook nog niet. Ah, ik val liever niet, dus ik blijf er liever op zitten. En Reef heeft er zin in. Lekker mooi wit dekje met een bondje. En Reef heeft voor een achterbeenbeschermers aan met springschoentjes. Natuurlijk wel belangrijk voor de bescherming. Ik heb hier een in-outje met, nee Bloek, een lijntje met 3 galopsprongen. Dan heb ik hier nog een cavaletti om een beetje lijntjes te rijden. En dan een kruisje voor in te springen. En dat kun je maken natuurlijk als een steltje. We zijn nu even aan het inrijden. Jorianne heeft er zin in. Nadia? Me too. Hashtag me too. Nou, ze zijn even aan het inrijden. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om je paard gewoon lekker voorwaarts te rijden. En Reven is trouwens heel moeilijk om dan geeflijk te rijden. Daar heb ik zelf moeite mee. En Floor doet het echt super netjes, want hij zoekt zelf een beetje de aanleuning op. En dat moet ze ook doen, want als je wat gaat vragen van Reven, dan gaat ze alleen maar, dat doet ze niet. Dus zo gaat het echt prima. En Jorianne doet het ook prima. Goed zo. Goed zo. Dat je lekker gaat wenden en draaien. Dus die staat ook beter in zijn lichaam. Super. Oké, nou ik zou vandaag niet veel mijn hoofd in beeld doen om jullie te besparen. En ik had Binky net helemaal lekker gepoetst. En ja, hij vond het echt super lekker. En hij is helemaal lekker schoon. En hij ruikt lekker. En hij vindt het lekker. En ja, het kriebelen vond hij vooral heel lekker. En ik heb zijn hoefjes lekker uitgekrapt en zo. Dus hij is helemaal schoon. En daar is Floor. Nou, ik ben klaar om te helpen met springen. En Floor heeft gesprongen. En Nadia heeft gesprongen. Floor heeft uiteindelijk een meter gesprongen. Ik ga me niet op beeld doen. Nee. Floor, even achter de schermen. Ja. Hoe ging het? Ja, wel goed, maar ik moet hem wat vergeten. Ja, maar ja, dat gebeurt toch niet altijd. Ik ben wel gevallig, maar. Maar ja. Dan gaan we. Maar ja, Floor uiteindelijk dit gesprongen. En ik ga nu even snel wat drinken, koekje eten en dan ga ik Flynn opzadelen. Ik denk dat Floor al even nu tot rust komt en mij wat gaat filmen en dan Anton gaat draaien. Dat dacht ik ook aan. En Lara gaat naar binnen rijden en ik weet niet wie Nadia gaat rijden.
Het regent. En Floor is aan het slapen. Floor mag bij jou slapen. Ja. Wat gezellig. Love it. En jongens, ik denk dat ik het wel ga doen. Wat ga je wel doen? Wat? Rijden. Het is regen en de wind, zou ik ook wel een keer in de regen moeten rijden als het elke dag regent. Ja, maar goed. Maar ja. Voor je zadel ook al, hè? Huh? Wat zei je? Voor je zadel. Slijm. Is van weg, is van weg. Heb ik weggehaald voor je. Oh, verschrikkelijk. Zo dicht op mijn hoofd. Ik ga even een rondje doen. Zo'n camera schuw. Ja, een beetje. Ik gil. Ik ga maar reizen. We zijn net op het hele erf gesleept dat Zwix en Ronnie en Lara hield hem vast als een manen. Want hij had geen halst om. De Shetlanders mogen even in, want het was echt heel slecht weer. Dus mogen ze even rennen. En we gaan nu even de andere Shetties pakken, die mogen er ook in. En ik ga even verder met voeren, want Wieber, Champion, Hunter en Jules moeten eten nog. Ze krijgen bijgevoerd. Dus ze krijgen zo nog even wat hooi. En dan, dan mogen ze terug en dan gaan we stallen mesten. Kom jij ook maar mee. Yeah. 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 Ik moet even onze zadelkamer opruimen, want... Dat is een drama. Ja. James heeft zijn zomerexeem onder controle. Hè? Je wist toch hoe erg het was? Oh, stop eens. Stop eens. Oeh, ho. Oh. Kijk. Hij heeft bijna weg. Hier had hij helemaal vol met de zomerexeem. Hij was ook al toen hij aankwam. Nu is dit weg. Is mooi. Is mooi. Ze mogen lekker buiten spelen. Ik moest hem bijna loslaten. Wee. Kijk. Ze zijn lekker aan het buiten spelen. In de bak. Oeh, doe eens Kippie. Heb je een schoot voor het hek? Zo lief. Ja. Sleutel van het hek ligt in de kantine. New Park City. Kijk, zeg ik. Kan niet. Al die moeite voor een hek. Kun je niet gewoon zo doen? Dat nee. Wij altijd bij de poort. En dan moet je zo de code. Ja! Nou, ik ga even mijn zadelkamer even weer... Nou, eigenlijk niet. Ik ga hem niet opruimen, want... Ik moet eerst de steunen van de caps en zo ophangen, dus ik ga hem niet opruimen. Op het wilde terrein staan twee wilde ponies. Ze lopen los. En de ponies zijn wild. De Mickey en de Macho's. Ze zijn heel wild. Kijk ze gaan. Ik ga ze even naar je, ik ga ze timmen. Hallo. Ik heb ze getimmen. Is ze getimmen? Ja. We gaan ze lekker eten. Doei ponies. Veel plezier. Ze zijn helemaal bezand. Kijk dan. Allemaal zandponies. Ah, no. Nope. Hallo. Hé ja. Wat zielig. Mickey, wat doe je nou? Oh, de vlag is leeg. Bijna. Macho. Hallo. Ja.
mijn pony was zojuist net in het badje gegaan. Nou, we hebben op zondag zadel gereden. Of wie heb jij gereden? Ander. Ging het goed? Ja. Lito. Ging het ook goed? Ging het goed? Lara. Wil je even niet inzoomen, maar lelijk wel. Ja, het ging goed. En Floortje? Ben je alles ingezoomd? Nee. Ja. Niet. Dit is niet ingezoomd. Kijk. Oh, dat ja, wat dan? Nou, op Anton. En dat ging... Goed. Goed. Antonio. Antonio heeft nu even aan... Die zijn even... ja, ik heb taco gereden trouwens. En we hebben allemaal bitloos gereden boven Floor. Hoe kan jouw broek niet nat zijn? Is wel dat. Hoe kan jouw broek niet nat zijn? Ja, dat vraag me ook al een beetje. En we gaan nu even hooi geven aan de paarden. Het regent wel, maar we gaan wel even hooi geven. Dan moeten we nog even naar de wei met te trekken om Silver en Sunny eten te geven plus water. En de kruiwagen is al gevuld en Anton die staat hier te eten. En Amber zit weer in zijn stalletje. Amber! Nee, Lara. Ik heb geen paraplu. Dan kan je toch met de trekker daarheen, dan kan ik zo doen. Ben je helemaal gek? Ik ben net toch ook nat geworden. En Anton is daar. Wij zijn klaar. Wat ruw en rauw. We hebben er vandaag best wel veel gereden. We hebben Raven, Jorianne, Winner, Flynn, Taco, Nito. Wie hebben we nog meer? Anton en Amber nog gereden. En we gaan nu onderweg naar huis. Het is bijna 7:30 denk ik. Lekker laat. En in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog een blauw duimpje omhoog. En laat even weten wat jullie de volgende keer willen zien. Doeg!